90% van de mensen landt op de hak. Ideaal zie ik dat mensen op de middenvoet landen. Het probleem op de hak landen is namelijk dat mijn lichaamszwaartepunt achter mijn landing zit. Waardoor ik mezelf, nou jullie kunnen het zien, ik rem mezelf natuurlijk af bij elke pas. Daarbij, als ik op mijn hak land, nu moet ik mijn knie buigen om vervolgens daarin te gaan. Ik kan niet met een gestrekt been over die hak heen. Dus ik moet mijn knie gaan buigen en ik kom dus heel erg zittend te lopen. Vervolgens moet ik weer uit gaan strekken en bij de volgende landing op mijn hak zak ik weer in en strek weer uit, zak weer in, strek weer uit. Dus je krijgt een hele erge bounce. Dus je remt jezelf niet alleen af, maar je verspilt ook heel erg veel energie in de opwaartse beweging. Wat ik eigenlijk wil zien, is dat we in plaats van op de hak landen, dat we een pas maken en dat je de pas onder je neerzet, waardoor je eigenlijk op je middenvoet landt. Dus niet op je teen per se. Met sprinten wel op je teen natuurlijk, maar gewoon bij hardlopen hoef je niet op je teen, maar op je middenvoet. Dus dit gedeelte van de voet. Dus in plaats van hier maak je een grijpas en je komt onder je neer en dan kan je meteen door. Wat ook heel erg belangrijk is, zijn de armen. Je armen gebruik je ook tijdens het hardlopen, alleen worden ze heel vaak fout gebruikt. Ik zie heel veel lopers die voorlangs swingen met hun armen of dat ze achter hun armen flikken. De juiste techniek is natuurlijk armen ongeveer in een hoek van 90 graden. En die bewegen langs de zijkant van je lichaam van voor naar achter en ze wijzen naar voren. Dus niet voorlangs. Je ziet het al aan mijn schouders. Op het moment dat ik voorlangs ga, ga ik heel erg torderen in mijn bovenlichaam. Dat kost heel veel energie. Mijn schouders willen die kant op, vervolgens moet mijn been die kant op voor mij om rechtdoor te gaan. Dus dat kost heel veel energie, dat wil ik niet. Ik wil mijn bovenlichaam stil hebben. Dus mijn armen gaan lekker recht naar voren, dan blijft mijn bovenlichaam stil. Schouders ontspannen, niet knijpen in je vuisten. Als ik knijp in mijn vuist, maak ik een spierbal. Spierballen kosten energie. Dus of je handjes lekker los, duimen erop en lekker naar voren bewegen. Of je kan ook, wat ik al zeg, lekker handen open en gewoon wijzen in de richting waar je heen gaat.